Ik vind dat de VVD, en ook de JOVD vindt dat, moet streven naar samenwerking waar dat mogelijk is met D66, dat is één. Twee, moet streven naar een coalitie in de toekomst met de Partij van de Arbeid. En ten derde, een behoorlijke doorbreking van de partijcultuur zal moeten bewerkstelligen. Dat houdt in dat niet alleen gediscussieerd wordt over personen, maar in de eerste plaats gediscussieerd wordt over zaken, wat in mijn ogen ook goede mensen zal aantrekken bij een partij.